even kijken of ik er iets aan kan doen, hè, heren. Dat is mijn pauze. Dit is nou mijn pauze. Heren. Oh, lekker man. Morgen vrijdag. Dat is ook lekker, hoor. Vrijdag. Ga ik lekker koken. Ik vind koken leuk. Als je vrij bent, lekker koken. Eerst naar de markt, Albert Kuip. Haal ik kip. En kip haal ik. Heb ik al gezegd, kip? Ja, kip. Dan haal ik groenten. Het liefst broccoli. Vind ik lekker. Of kousenband. Surinaams kousenband. Lange dingen. Knip je in stukjes. En dan haal ik broccoli, kousenband, kip. En dan heb ik thuis allemaal, ja, allemaal dingen. Soja en allerlei andere dingen die ik mix. Ik weet niet precies wat het is, maar het zijn allemaal smaakmakers. En dan ga ik de hele dag koken. Heerlijk. En die mensen nou maar denken van, oh, die problemen. Oh, die problemen. Nou, even terug gaan. Kom zo weer terug. Dus blijf hier. Kom zo weer terug. Deze doen we weer. Denk ze, waar is die jurk nou? Die is nog niet gemaakt, joh. Hij is nog niet gemaakt. Maar ik ga gewoon door. daarom, dames en heren, wil ik het hebben over de bekende Indonesiërs die wij van televisie kennen. Ik noem een Jos Brink, een Sandra Riemer, en Anneke Groenlo, en natuurlijk niet te vergeten, Wieteke van Dort. Oh jongen, ik ga dood van de pijn, man. Het is, hij zit vast met een haakje en hoe harder ik eraan trek, hoe harder dat haakje naar binnen gaat. Ik ga nou één keer kijken of het goed gaat. Het beste klaar kan maken. De groenten die stoom ik, gewoon met stoom. En dan doe ik er kruidenbouillon bij. Kruidenbouillon, groentebouillon. Maar dat kan ook gewoon kruidenbouillon zijn. Dat is een blokje van Maggi of werk van wat. Dat doe je fijn. En als de groente is gestoomd, doe je dat er zo'n beetje overheen. Oké, de kip. Heel belangrijk, de kip. De kip begin ik te snijden in stukjes. Ik haal het vet weg, vind ik niet zo lekker dat vet. Dan doe ik er sojasaus bij. Zoete soja en zure soja. En een heel klein beetje piri-piri. Heel klein beetje suiker, heel klein beetje. En heb ik ook 7 kruiden. Zo'n pot met 7 kruiden, doe je eroverheen. Er zitten 7 kruiden in. Ik heb ze nooit geteld hoor, maar er schijnen 7 kruiden in te zitten. Maar die doe je, laat je het liefst intrekken. Dan heb ik een wok, want ik wok alles. Alles met de wok. Dan doe ik de wok aan, flink veel vuur. En dan doe ik het met sojaolie. Met sojaolie kun je dus heel hoog verwarmen. Nou, dan eerst charlottes. Dus geen uien, charlottes. Die snij je helemaal fijn. Knoflook, altijd lekker, knoflook. Doe je er ook bij, laat je een beetje frituren. Als je dat hebt gedaan, doe je de kip erbij. Ondertussen de rijst. De rijst, ik heb een rijstkokertje, weet je wel. Kun je gewoon kopen, een rijstkokertje. Rijst erin, water erbij. En dan de rijst doet zijn werk. De kip goed doorbakken. En, na de charlottes, heb ik het al verteld? Ja, de charlottes en knoflook. Doe je de kip erbij. Goed doorbakken. En op een gegeven moment haal je natuurlijk de groente over die je dus hebt gestoomd met de kruidenbouillon. Dat doe ik er ook even bij. Gewoon kort, weet je wel, het moet knapperig zijn. De broccoli moet knapperig zijn en de kousenband. Kousenband moet je eerst wassen en dan knippen. Ik knip het, je kunt het ook snijden, maar gewoon knippen met een schaar. Ik heb gewoon een schaar, speciale schaar. Dan knip je het gewoon in kleine stukjes en die doe je erbij. En dan wacht je tot de rijst goed is. En dat kan ook nog, hè, dat je de rijst er ook bij flikkert. Sommige mensen willen gewoon de rijst apart, de groente apart, maar ik gewoon alles bij elkaar. En dan, met gasten erbij, lekker wat zuur. Zuur kun je ook zelf maken met uien en hoe heet dat spul? Komkommer. Moet je dan op zuur zetten. Maar dan kun je gewoon kopen, weet je, op kant-en-klaar is veel makkelijker. Man. Dan stap je de hele dag te koken, dat is ook niet de bedoeling. En binnen een uur heb ik gewoon echt een fantastische maaltijd. Dus, gratis tip van mij. Oké, ik ga nu weer terug.
En dan ga ik naar de andere kant. Als ik dat ding eruit krijg. Ik moet een ander glas halen. Oké, ik heb een technisch probleem. Timeout. Hij gaat niet. Koen, waar is onze kist? Hier? Daar. Oké, je ziet me daar 2 keer heen lopen, toch? Ja, toch? Jezus. Dat is mijn technicus, dames en heren. Dat is ook de laatste keer dat hij mij heeft gezien. Koen? Geluid mag nu even uit, hè? Dat is niet te koken, hè? Je kunt ook gewoon naar de toko. Dan kun je gewoon alles vers krijgen. Gewoon bij de toko. Maar dan warmen ze het op in een magnetron. Dat smaakt toch anders, vind ik, magnetron. Het is wel lekker, maar het is toch anders. Dus ik vind het lekker als je zeg maar, aan het koken bent en je ook alles ruikt. Maar als je aan het koken bent en je ruikt ook alles, dan heb je iets minder trek. Dat is heel raar. Dus ik probeer altijd niet te ruiken. Ja, dat is moeilijk. Dan moet ik een beetje proeven, natuurlijk. Goed, nou, dat was mijn pauze. Dus ik ga nu weer terug. Even wachten. Zo, die act doe ik nooit meer.